Welkom, heren, bij een nieuwe aflevering van FC Afkikken Voetbalquiz voor de Voedselbank. Met vandaag Barry, Leo en Kik. Ik leg jullie even uit. Het zijn 3 rondes zometeen. Eerste ronde is trivia, tweede ronde is spelerspaspoortje. En de derde ronde is een finale vraag. De finale vraag wordt gespeeld door 2 deelnemers. Dat betekent dat na ronde 2 de slechtste moet afvallen. Belangrijke regel. Mocht je het antwoord weten, zeg eerst even je naam. Dan krijg je de beurt en dan kan je antwoord geven. Omdat anders straks iedereen door elkaar gaat schreeuwen. Dus degene die als eerste zijn naam schreeuwt, is ja, dus die, eigenlijk... Maar dan moet je wel gelijk het antwoord geven, want ik heb dat ook een paar keer afgekeurd. Dat iemand gewoon zijn naam riep en gewoon ging wachten. Nee, dan is het gelijk af. Dus, in mijn kantoor zit een nieuw, oppassen. Zijn jullie klaar voor? Ja, zeker. Zeker, 6 mannen. Ronde 1, vraag 1. Hoe heet de shirtsponsor van Barcelona? Leo. Rakuten. Ja. Heel goed. Eigenlijk moet je nog wachten, Leo. Hoeveel vragen krijgen we nu? 10. 10 in de eerste ronde. 10, oké. Okay. Dan ben ik warm naar 3. Wat is de laatste voetbalclub, vraag 2 is dit, buiten Bayern München en Borussia Dortmund, die landskampioen werd in de Bundesliga? Ik. Mönchengladbach. Is niet goed. Leo, Stuttgart. Is niet goed. Nee? Oké. Okay. Nou, Barry. Ja. Barry, mag ik nog een keer raden? Nee, je mag 1 keer raden. Kik. Oh, oké. Okay. We verzinnen regels nog tijdens het spel. Okay. Nee. Ja. Nou, zeg maar, Barry. Ik kom er niet op. Ik zou denken Schalke, maar dat is het niet. Nee, Schalke is een Wolfsburg, waarschijnlijk. Nee, het is Wolfsburg in 2008-2009. Ja. Vraag nummer 3. Ja. Hoe heet het stadion van FC Groningen voordat ze het Hitachi Mobility Stadium kreeg? Euroborg. Goed, Kik. Come on! Vraag 4. Welke Feyenoord-speler kreeg in 2011 een panna van Jody Lukoki? Barry. Tim de Klerk. Heel goed, Barry. Vraag 5. Welk nationale team heeft als bijnaam de ontembare leeuwen? Barry. Cameroen. Helemaal goed. Oh, Barry. Daar ben ik wakker. Ja, dat vind ik niet goed hoor. De ontembare leeuwen. Van welke club nam Real Madrid Sergio Ramos over? Barry. Ik. Sevilla. Ja. Heel goed, Barry. Ah, kut. Ja, die wist ik. Vraag nummer 7. Van welke club haalde Bayern München Frank Ribéry? Leo was ik hoor. Kom op, zeg. Neil, kom aan. Ik ken je langer dan vandaag. Nee, Leo was net iets. Nee, hou op, joh. Zeg maar, Leo. Ja, dat was Marseille, hè? Ja, heel goed. Maar nee. Laten we afspreken dat jullie even wachten tot je de beurt krijgt. Dit is de laatste keer dat ik meedoe. Nu een beetje gebleven, ja. Vraag nummer 8. Welke voetbalclub speelde de hoofdrol in de film Green Street Hooligans? Barry. Leo. Barry was eerder. West Ham. Heel goed. Hoezo was hij eerder dan? Heb ik zoveel lag? Ja, blijkbaar. Vraag nummer 9. Welke Ajaxiet pakte een rode kaart in de gewonde Champions League wedstrijd tegen Barcelona in 2013? Ajax won toen met 2-1. Voor mij een goaltje Danny Hoessen. Serrero, zeg ik uit mijn hoofd. Kik, Anita. Is niet goed. Zo. Nee? Andere niet? Ja, dit duurt al lang, hoor. Ja. Joël Veldman. Ja, het zal wel. Altijd wel. Ja. Was toch gokken geweest? Vraag nummer 10. Wie beëindigde met een schandalige tackle de profcarrière van de vader van Erling Braut Haaland? Roy Keane? Of Barry? Roy Keane? Heel goed, Barry. Wanneer was dat dan, die gebeurtenis? Dit is 2003 of zo? 2? Ja, kijk, maar toen was ik 3, hè? Dus dit zijn vragen, ben ik het niet mee eens. Toen kon ik net praten. Laat staan tackle. Je kan je ook verdiepen in de geschiedenis van voetbal, hè? Ja, heb je even. Goed, eerste ronde zit erop. Barry werd wakker gemaakt door Kik en scoorde daarna 5 punten.
Leo heeft 2 punten en Kik heeft 1 punt. Gaan we door naar ronde 2, spelerspaspoortjes. Mocht je, je mag me onderbreken bij het spelerspaspoortje. Even je naam roepen, dan krijg je de beurt en dan moet je wel gelijk het antwoord geven. En anders kan je gewoon het spelerspaspoortje af laten lopen en dan je antwoord geven. Nee, maar spelerspaspoortje, sorry, hoe werkt het? Oh, sorry. Je krijgt de clubs waar een speler heeft gespeeld. Alleen, je hoort alleen de clubs en dan moet jij raden om... Oh, de... en dan geef je wie het is. Ja? Spricia, Heerenveen, Ajax en dan weet je. Die kan je erin gooien, ja, Niel. Misschien doen we erin als bonus. Oké, beginnen we. Excelsior, NEC, Dordrecht, Trenchin, Excelsior, Trenchin. Perry. Ryan Colbeck. Helemaal goed. Knap hoor. Knap. Feyenoord, Inter, Twente, Eintracht Frankfurt. Leo. Perry. Ja, Leo? Castaños. Is goed? Ja. Je moet opstaan, Fik, hé. Ja, Kik. Ja. IF Bromma Pojokarna, Heerenveen, Swansea, Gensli Birligi. Kik, Noordveld. Dat is helemaal goed. Heerenveen, ja. Dan komen we er wel. Santos, Wisla Krakau, PSV, Hannover, Besiktas, Lyon. Betty? Ja? Marcelo? Dat is helemaal goed. En dan hebben we nu alweer het laatste spelerspaspoortje. Dus Kik... Het kan nog steeds, maar je moet hem wel goed hebben, deze. Geen druk voor de rest. Want dan is er dus 1 vraag die je kan stellen. Heerenveen, Ajax. En dan krijg je hem gewoon meteen, Niel. Dat weet je in principe. Belize, NK Osijek, Dynamo Zagreb, Heerenveen, Bayern München, Sporting Club de Portugal, Celta de Vigo. Kik, Juricic. Wie? Juricic. Belly? Ja. Pranjic? Is helemaal goed. Hey, Pranjic, ja. Tuurlijk, Pranjic. Ik haal ze door de war. Kik, jongen. Ik hoef alleen maar stil te zijn om deze ronde te overleven. Wow. Ja, dit maakt het misschien nog wel pijnlijker voor Kik, dat je nu zegt. Ja, dat maakt me echt wel pijnlijk, ja. Ik duur het niet in plaats van Pranjic. Ja, ik baal wel echt, man, op dit moment. Ja, je bent niet de eerste profvoetballer die baalt trouwens, Kik. Ja, maar kijk, als jij vragen gaat stellen dat ik net kon kruipen, ja, dat vind ik ook wel heel interessant, Niel. Ik zit er nu te kijken, bij het spelerspaspoortje zijn er gewoon 2 van Heerenveen geweest, hè? Die bij Heerenveen hebben gespeeld. Ja, eentje had ik goed. Je had die rode kaart kunnen weten van je teamgenoot? Ja, Joey. Ik zal wel even appen, Joey. Ja, dat was echt een standaard antwoord, inderdaad. Goed, Kik. We moeten helaas afscheid van je nemen. Ja, ik baal. Maar ik ben wel blij dat ik mee mag doen. Thanks, Niel. Ja, Kik, dankjewel. Dankjewel voor je donatie. En ja, tot snel weer. Hopelijk op het voetbalveld. Dankjewel, yes, Kik. Yes, stay safe, jongens. Succes. Yo. Dankjewel. Fijne middag. Nu tijd voor de finale. Kan ik nog winnen? Of is het onmogelijk? Ik ga je nu uitleggen. De punten gaan weg. Het enige voordeel wat Barry nu heeft. Die mag bepalen of hij zometeen gaat beginnen met de finale vraag. Of dat hij hem bij jou neerlegt, Leo. Dus Barry en Leo, we zoeken zo meteen een opstelling. Het gaat om de beurt een naam opnoemen die in de opstelling stond. En ja. Barry, als je de vraag hebt gehoord, dan mag je bepalen of je hem zelf wil beginnen of dat je hem aan Leo geeft. Oké? Okay? Je begint gewoon met onmiddellijk mijn naam noemen tot je ze alle 11 hebt, zeg maar. Of, ja, maar dat is nog niet gebeurd in alle rondes. Nee, dat... Een fout antwoord is gelijk klaar. Ja, nee, top. Oké, okay. En alleen basis, hè? Dus als er toevallig een invaller erbij is, dan... De vraag is, Nederland boekte in de eerste groepswedstrijd van het WK 2014 een eclatante 5-1-zege op Spanje. Wat was de opstelling van Nederland die wedstrijd? Barry, wil je starten of wil je hem aan Leo geven? Nee, ik start wel. Okay. 1 naam noemen en dan mag Leo. Robben. Dat is goed. Kuit. Is fout. Dat is snel.
Je zei het zo overtuigd. Nee, sure. Kuyt kwam later in het toernooi er pas in. De opstelling... Ik dacht dat dit hele toernooi linksback stond. Nee, de opstelling deze wedstrijd was Cillessen, Janmaat, Vlaar, De Vrij, Bruno Martins Indy, Blind, De Guzman, De Jong, Sneijder en Robben en Van Persie. Ja, nee, dat, als je hem zo hoort, dat is makkelijk. Barry, je bent door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Dankjewel. Leo, helaas houdt het avontuur erop nu voor jou. Super jammer. Ja, was heel leuk, Neil. Ja, nou, dankjewel voor het meespelen. Dank voor je donatie in ieder geval. En we zien Barry terug in de volgende ronde. Nou, super. Tot dan.